Welkom bij een nieuwe aflevering van Filmers en een nieuwe aflevering van de Staattafel zonder Staattafel. Ik ben Henk. Ik ben Sander. Nee, ik ben Pep. En we gaan vandaag weer een spelletje spelen. En we gaan het spelletje... We gaan weer het spelletje spelen. Leeftijden. Dus, ik heb 10 acteurs en actrices en de leeftijd genoteerd. En jullie moeten de leeftijd raden. Jullie mogen niet dezelfde leeftijd zeggen. Je moet minimaal zeg maar 1 jaar voor of na, toch? Ja, okay. Precies. Steeds een half. En het is natuurlijk dan nog steeds leuker om wel de leeftijd te kiezen. Niet gewoon, nou, doe maar lager. En jullie mogen rock, paper, scissors doen voor wie er mag beginnen. En dan daarna wisselen jullie een keer om. Ja, Hij deed twee keer. Ja, hallo. Nee. Ja, je moet toch 1, 2, 3. Ja, ja, precies. Jij wat eerder. Oh, fuck you, man. Ik heb nu al gewonnen, gewoon. Zullen we maar beginnen? Kansspel. Ja, is goed. Geen kennis. Acteur 1. Harrison Ford. Oh, shit, son. Dat is echt gewoon... Nou, ik ga maar... Hoe oud? Al 75, zeg ik. 75? 78. Denk 68. Zo. Zo, zo, zo. Zo jong nog. Nee, oude knakker hoor. Ik weet nog van de vorige keer. Acteurs zien altijd jonger uit dan ze zijn. Hè? Dat Sander hier erg goed in is. Maar nu heb ik verloren. Nu al, zeker. En het is 74. Zo. Oh, yeah, bitch! Sander heeft een punt. Nou, kijk aan. Sander is weer aan het winnen hoor. Ik ga dat noteren. Wacht even. Sorry guys. Nu ben ik een keer excited en is het weer niet goed. De tweede acteur. Mag Pim beginnen? Oh, nou, wat een voordeel. Adam Driver. Weet je die nog? Ja, ja, ja. Die gast met die neus. Sheesh. Ja, intense neus, meet. Maar dan niet Owen Wilson. 28. Ja, ik weet het niet. Hij heeft ook best wel een tijdje in het leger gezeten. Ja. Dus ik denk dat hij misschien wel iets ouder is. Maar ja, trouwens, ja, die gasten gaan met 16 in het leger in. Dus ja. Oh, ja, 33, gok ik. Sander heeft helemaal goed. Nee. Oh, what the fuck. 33, hij komt uit 83, dus 19 november. Man, what the fuck. Nou, de eerste actrice op het lijstje, om het nog een beetje eerlijk te houden. Sander. Amy Adams. Ja, ik weet toevallig dat zij ook wel ouder is dan je schat. Want ik heb dat een keer opgezocht. Oh, ja. Maar, ja. Fucking pervert. De Arrival, toch? Ja. Ja. 48. 42. Pim heeft helemaal goed. Ah, kill yourself. 20 augustus 1974. Ik sta nog steeds voor Sander. Kan allemaal. Sander heeft 2 punten. Pim heeft 1 punt. Ik hoor niet tegen me verliezen. Pim. Hoe oud? Ik moet nu onderhand al aan gewend zijn. Okay. Is Matt Damon. Oh shit. Oh kut. Fuck me. Heel moeilijke. Volgens mij zou ik... Ik ben hier volgens mij echt super slecht in. Ik zou dat echt niet kunnen. Nee? Maar jullie zijn hier echt heel goed in. Kut. The Martian. Okay, ja, ja. En Departed. Ja. 49, ja. Ja, ik denk niet dat hij 50 is, maar ik denk inderdaad dat hij wel bijna... Ja, ja. 44, gok ik. Ja, zo? 49. Ik denk dat jij 44, ik denk dat jij net... Dus 46... Oh, zit okay, Sander zit dichtbij. Net, ja. Met één, ja. 8 oktober 1970. Sander. Jesus Christ, man. Hoe oud is Angelina Jolie? Oh, jezus. Echt weer zo... Fuck, ja. Die weet ik dus echt niet. Dan ga ik gokken, maar... Dat ik helemaal niet... Nee, dat... Ja, zelfs natuurlijk rond de tijd van... Van nooit Tomb Raider. Tomb Raider was hij natuurlijk helemaal hot. Dus nou, hoe die films zijn iets van 2003 of zo. Ja, zoiets. 2001 of zo. 20 zijn geweest. Dus nu pak een beetje 15 jaar ouder.
47. Ik denk dat ze... Wanted. 50. Wat zei je? 47. 50. Het is 41. 41? Oh, wow. 41. Jongens, ik dacht, what the fuck? Ik dacht, was even old wief, maar... Nee, dus Sander heeft weer... Ja, omdat ze zoveel kinderen heeft geïmporteerd. Ja, ja. Precies, ja, dat is gewoon fucking cheaten, meet. Nee, daar dus, word je juist extra moe van. Dat is lijkt gewoon ja, dat 50. Is Sander heeft 4 punten, Pim heeft er 1. Ja, Pim. Oké, okay, hoeveel hoe vragen oud? Hebben we nog? We hebben er nog 5. Nog 5, ja. Oké, okay. Nou, kan rekenen. Kan hoe oud is Matthew McConaughey? Ah, die kennen we van... 46. Van Interstellar. Interstellar, ja. En Contact. Ik denk... Sahara. Ik denk 50. Ja. Penelope Cruz is die film, toch? Sahara. Ja. Echt leuk film. Goeie boekenreeks ook trouwens. Van Dirk Pitt. Nooit een soort van James Bond-achtige zwemmer. Dat is gewoon Uncharted, maar dan Uncharted 2, maar dan de film. Ja, ze wilden daar een soort van franchise van maken, maar uiteindelijk omdat Sahara zo kut was geweest. Die eerste was volgens mij zijn kaart getankt. Jij zei... God, 46 volgens mij. Ik zei 50. Jij zei... Dacht hij je jonger zei, maar ja. Ik? Nee, ik zei 50. Nee, jij zei... 46, 50. En het is 47. Ach, oké. Dus dan heb jij... Ja. Pim heeft een point. Wat gaat het gestructureerd, jongens? Ik heb weer een stip op mijn horizon. Ja. Fuck Sander. Hoe oud is Zoe Saldana? Oh. Ah, Star Trek. Dus ook, die heeft ook een Guardians of the Galaxy. Kan je gewoon niet zien hoe oud die is. Nee, inderdaad. Maar die is altijd in CGI, dus dat kun je sowieso niet zien. Nee, precies. Want we kennen haar van Avatar. En dat is gewoon, ja, dat kan je niet ik zien. Ik denk dat ze tegen de 30. Ik denk 32. Godverdomme, dat is mijn gok. Ik had 34. Jullie schatten er jong in. Ze is... ja? 62 jaar oud. Ze is 38. Zo. So, you want me. Had mijn moeder kunnen zijn. Dus Pim is een puntje. Zou moeder zo zal zijn. Nog 3. Pim. Ja. Hoe oud is George Clooney? Och. 55. Ik zeg 60. Pim heeft helemaal goed. Godverdomme. Sta ik gelijk nu? Of sta ik voor? Nee. 4-4 is nu. Ik had er toch 5? Nee. Nee, loser. Jongen, ik hou dit bij, Pim Sander. Ja, fuck jou, Henk. Je bent gewoon biased, ja. Blijf van die microfoon afvallen. Ja, precies. Daarom verlies je punten. Ja. Je weet en dit. Sander. Ja. Hoe oud is Julia Roberts? Oh, mee. Die is al bijna dood, volgens mij. Ja, maar dat is echt... Ja, wat voor films speelt hij nou? Alleen maar wijze films. Ja. Ja, en Pan zat ze ook in natuurlijk. Ik denk Ocean's 11. Ocean's 12. Ja, Ocean's 12. 12. Nee, 11. Ook, toch? Nee. Toch? Toch? Nee. Toch? Nee, toch? Toch? Nee, volgens mij wel ook in 11. Ocean's mentaliteit. Toch? Nee, ja, ik weet het niet. Even kijken. Ik gok dat zij ook inderdaad 48 is. 48. Ik denk dat zij al 52 is of zo. Ja. Ja, ik denk het wel. Pretty Woman is best wel oud. Het wordt spannend, want ze is 49. Oeh, shit. Dus Sander heeft goed. Of in ieder geval zat het dichtst bij. Dus de laatste, Pim. 5-4. En deze is pittig. Uh-oh. Fuck me, oké. Okay. Hoe oud is Daphne Keen? Wie fuck is dat? Wie de fuck is dat? Het meisje uit Logan. Oh, dude. Dat is echt niet cool. Maar jij mag beginnen, hè? Dat is echt niet cool ook. Hoor. Oh, dat is echt niet cool. Ik moet zeggen, ik kon het niet helemaal vinden, maar ik heb een leeftijd waarvan de meeste mensen zeiden dat ze dachten dat ze zo oud is. Dat is undisclosed. Dus dat is ook, kunnen we ook niet objectief nakijken dan. Dus nou, ik heb die zou niet... Citation needed. Nee, ja. Nee. Als je zo wil winnen, laat ik je zo winnen. Dus. Hoe oud is zij? Resume. Pim moet deze goed hebben om in ieder geval gelijk te spelen. 15. Ja, ik denk... ik weet niet. Zo ziet ze er wel uit. Maar het probleem is een beetje dat... Met kindacteurs, dat schijnt dus makkelijker te zijn als ze 16 jaar of ouder zijn.
dan moet ze langer, mogen ze langer doorwerken. Ja. Ja. Dus ik zeg 16. 15 en 16. De meeste mensen zeggen tussen de 12 en de 13. Kill me. Fuck. 5-5. 5-5. Ja, 5-5. Wat doen we dan? Moet ik er eentje opzoeken voor jullie? Ja, maakt mij niet uit. GG. Of willen jullie gelijkspel? Ja, ik vind het goed hoor. Gelijkspel. Nou. Maar ik had Rock, Paper, Scissors gewonnen. Dus uiteindelijk heb ik gewoon meer. Uiteindelijk heb ik gewoon gewonnen. Oh, nu komt Sander de... Star Wars 7 was eigenlijk best wel een teleurstelling. En dat weet Sander ook. Aan het einde heb ik gewoon gewonnen. Precies. Ja, maar goed. Ik ben benieuwd of jullie mee hadden gespeeld en het een beetje goed hadden. John Wick heeft gewoon geen inhoud. Dus heb ik alsnog gewonnen. Dankjewel voor het kijken en luisteren. Ik ben een Star Wars fan. En die lore, man. Ja, die lore. Waar is het John Wick lore? Waar is er geen fuck? John Wick heeft een betere lore opbouw dan het ringen van Star Wars 4. Oh shit, we moeten er meer bij verzinnen. Ja, dus nee. Dan maken we 5 en 6 en dan verneuken we 1, 2 en 3. En dan verpesten we 7 omdat we 1, 2, 3 kaart hebben verneukt. En dan doen we het spin-off. Eerst maar zien dat John Wick 8 films eruit kakt. Die we moeten reshooten. No fucking way dat ze dat gaan redden. Nee, er gaat niemand er meer naartoe, omdat het gewoon trash is. Gers is spoel de fans. Tot de volgende aflevering van Filmage. Hoe vind je die animatieserie trouwens van Star Wars? Ja, dat is fucking trash. Zie ik? Ja, en dat geldt voor heel Star Wars. Doei!